In dit filmpje ga ik wat dingen laten zien over het exporteren vanuit Illustrator. Zoals je in de vorige lessen met Photoshop bijvoorbeeld ook hebt geleerd, is dat je vanuit Illustrator maakt die automatisch een werkbestand aan, een AI-bestand. Dat zie je hier ook in de linkerbovenhoek. Dit is een AI-bestand. Dus als ik die zou willen gebruiken voor drukwerk of voor internet, dan werkt dat niet altijd. Dan moet ik dat dus exporteren naar een ander bestandsformaat. En er zijn meerdere mogelijkheden om dat te doen. Ik ga eventjes naar mijn file bovenin. En stel dat ik deze afbeelding nou wil exporteren voor het internet. Bijvoorbeeld, ik wil hier een Instagram post van maken. Dan ga ik naar file en dan naar export. En dan kan ik kiezen voor export for screens of export as. In dit geval is export for screens al voldoende, want het moet op een beeldscherm uiteindelijk. En ik wil hem bijvoorbeeld even exporteren naar mijn desktop. Ik kan ook een andere map op mijn computer bepalen, maar voor het gemak kies ik even voor mijn desktop. Ik kan er ook voor kiezen om subfolders te laten aanmaken. Dan maakt hij dus per versie maakt hij een andere map. En ik wil dat hij 1 keer de grootte is, dus de schaal kan ik hier aangeven. Dus ik wil gewoon dat hij 100% is van het formaat. Hij moet JPEG-formaat zijn, of het mag ook PNG zijn trouwens. Als het transparant is, moet het sowieso PNG zijn. En heel veel websites pakken ook PNG als afbeeldingen. Stel dat ik een nieuw PNG-formaat maak. Ik kan ook nog extra schalen toevoegen. Stel dat ik meerdere formaten wil uploaden, bijvoorbeeld een kleinere versie en een iets grotere versie. Kan ik dat ook nog exporteren. Stel dat ik verschillende artboards heb gemaakt, dan kan ik ook nog al mijn losse artboards hier ook direct vanuit exporteren. En ik kan ook aangeven welke ik wel en niet wil hebben, maar in dit geval heb ik dat niet. En dan klik ik op export artboard. En dan heb ik op mijn bureaublad heb ik een bestandje, een PNG-bestand van deze afbeelding. Je kunt dat dus ook met een PNG doen. Stel dat je hem nou voor drukwerk wilt omzetten, dan ga ik even naar File en dan kies ik even voor Color Mode CMYK, want ik moet hem dus omzetten van beeldschermkleuren naar drukkleuren. Als ik dat doe, dan zul je misschien zien dat de kleuren een beetje veranderen. Meestal is het verschil tussen CMYK of vanaf RGB naar CMYK valt dat altijd wel mee. Als je het andersom doet, dan ga je het wel het verschil merken. Voor dit bestand wil ik nu een PDF-bestand maken, zodat ik die kan afdrukken van de printer. Dus ik kan naar Export As. Maar volgens mij staat die daar niet tussen trouwens. PDF. Nee, dit moet je op een andere manier doen. Dus ik kan, even om te laten zien, ik kan hier wel een BMP van maken. Ik kan bijvoorbeeld een AutoCAD bestand ervan maken. Een Photoshop bestand of een tekstformaat kan ik eruit bouwen. Maar dat wil ik in dit geval niet. Ik wil hem eventjes als een kopie opslaan. Dus ik ga naar Save as a Copy. En ik sla hem op mijn bureaublad. En dan maakt hij dus een kopie van dit bestand. En daar wil ik dan, kan ik dan bijvoorbeeld een nieuwe AI, dus een nieuwe Illustrator bestand, of een EPS, dat is ook een drukbestand, daar kun je bijvoorbeeld logo's in aanleveren, een AIT, dat is een Illustrator template, of een PDF bijvoorbeeld van maken. PDF is wat je ook in Adobe Reader kan openen. Als ik dat doe, dan vraagt hij automatisch voor Illustrator Default, of ik kan bijvoorbeeld kiezen om iets op hoge kwaliteit te laten drukken. Als je iets echt naar de drukker wilt sturen, dan is dat misschien een goede aanrader. Stel dat je iets in de mail wilt versturen en als de kwaliteit dan niet heel erg uitmaakt, maar je wil bijvoorbeeld in de mail even snel je bestandje opsturen, dan kun je misschien het beste kiezen voor smallest file size. Press quality, dat is dus echt drukwerkkwaliteit, kun je hier ook in aangeven. Stel dat ik voor high quality print ga, of voor press quality, je ziet al dat die bepaalde dingen laat die mellen niet zien. Ik kan hier bijvoorbeeld ook aangeven dat hij snijtekens moet meenemen. Dat kan soms voor de drukker kan dat handig zijn. En ik kan bijvoorbeeld hier nog het afloopgebied kan ik aangeven. Nou, zometeen als ik er een bestandje van gemaakt heb, dan zul je wel zien dat hij
hoe dat werkt. De rest van deze dingen zou ik over het algemeen niet zo heel veel aan veranderen. Zo, ik heb hem nu opgeslagen. Staat nu op mijn bureaublad. Ja, als ik hem nu open, opent hij hem in Acrobat. En dan zie je dus ook inderdaad dat hij die kleurstalen, dat is dan de referentie wat de printer, de drukker gebruikt. Die knipt hij, die print hij er ook bij op. En hier zie je dan snijtekens. Die zijn dan bijvoorbeeld voor als je iets aflopend hebt laten ontwerpen. Stel dat je een foto hebt die per se tot aan de rand van je print moet staan. Dan kun je die zo af laten snijden en dan heb je die mooi als een vast formaatje. Kleuren, ja. Klopt allemaal. En deze kan ik in principe zo op school uitprinten of naar een drukker toe sturen. Dat zijn eigenlijk even de meest voorkomende bestandsformaten die je kan exporteren. Nou, als er nog specifieke dingen zijn, dan kun je natuurlijk altijd in de les vragen of aan een docent vragen.